Kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van ATV COVID-19 Update. U weet het al, in dit programma brengen wij u informatie, inzichten en vooral updates over de COVID-19 pandemie, die Suriname ook in haar greep houdt. Nou, we beginnen op deze maandag gelijk met goed nieuws. Op dit moment is er niemand in Suriname die besmet is met het coronavirus. Vrijdag is de laatste persoon ontslagen uit het ziekenhuis nadat die 2 keer negatief getest is. De situatie aan de grens baart nog steeds ernstig zorgen. Er steken nog steeds personen illegaal grenzen en rivieren in Oost, West en Zuid Suriname over. Momenteel zijn er 287 personen in quarantaine en helaas is 1 persoon overleden aan COVID-19 in Suriname. Gisteren was de Sue for Sue Telethon en dat is gehouden om fondsen in te zamelen voor het aanschaffen van medisch apparatuur en benodigdheden die nodig zijn wanneer er een epidemie van het nieuwe coronavirus in Suriname uitbreekt. Vandaag hebben we als gast Gino Revos van Stichting The Backlot en Gino is ook projectleider geweest van deze telethon. Gino, welkom in de studio. Yes. Heb jij geslapen? Ik heb een beetje kunnen slapen. Ja? Dus nog niet uitgerust? We zijn er mee bezig. Nou Gino, een persoonlijke vraag. Hoe ga jij om met de COVID-19 situatie? Ik probeer natuurlijk zoveel mogelijk thuis te blijven. Ik hou alle handhygiëne regels in acht thuis. Elke keer als ik thuis kom, handen wassen. Maar ook in winkels probeer ik zoveel mogelijk afstand te houden. Weinig mogelijk bij mensen in contact te komen. Yes, oké. En hoe heb jij je werksituatie aangepast? Vanuit de backlot werken we gewoon eigenlijk allemaal thuis. Het is bij ons ook goed mogelijk, omdat we geen uitvoeropdrachten op dit moment hebben natuurlijk. Dus we hebben gewoon elke ochtend teammeetings en aan het einde van de dag ook. En tussendoor zijn we gewoon bezig met verschillende werkzaamheden. Waarmee houdt de backlot zich bezig? De backlot doet van alles. We geven trainingen, natuurlijk op dit moment niet. Maar daarnaast hebben we ook een academy met studenten. Dus die volgen vooral vanuit huisles. En Jeugdjournaal. Jeugdjournaal werkt ook tot een minimum. Alleen de editors komen natuurlijk naar kantoor, maar voor de rest is het allemaal echt tot een minimum beperkt. Oké. De telethon van gisteren. Voor waar het idee? Hoe is het allemaal begonnen? Hoe zijn jullie erbij betrokken? De backlot levert ook een bijdrage aan de SuFoSu campagne in het algeheel. Wij doen daarvoor de marketing, de PR en de marketing. En in die gedachte moeten wij dus dat soort dingen organiseren. En een telethon is zeg maar wereldwijd wat mensen vaak doen om geld op te halen voor dit soort crisisperiodes. En vandaar het idee om dit te doen. Ja. Hoe was het om dit te organiseren? Het was aan de ene kant challenging, want je zit natuurlijk niet in je reguliere omgeving waarin je makkelijk kan moven. Maar aan de andere kant is het best wel kort dag geweest, maar iedereen die we hebben gevraagd... En hoeveel tijd hebben jullie dat in elkaar gezet? Ik denk twee weken. Ja. Maar het ging aan de andere kant toch best wel soepel, omdat iedereen die we hebben gevraagd meteen ja zei. Mm-hmm. Iedereen heeft zich gewoon meteen kunnen inzetten voor dit goede doel om geld op te halen in deze periode. Oké, wie heeft er allemaal meegewerkt? Ik denk niet dat ik namen moet noemen, want ik ben bang dat ik ga vergeten. Te veel mensen nog? Ja, te veel, maar vooral Telesu natuurlijk. Allemaal Prodeo. Iedereen begreep het ook. Het was snel bepaald. Dus het is gewoon allemaal op goede voet geweest. Wat waren de uitdagingen om dit te organiseren? De uitdagingen is natuurlijk een beetje het kort dag. Je moet een beetje snel schakelen. Last moment moeten mensen soms hun programma op. Het weer heeft natuurlijk ook een beetje een rol gespeeld. Maar voor de rest ging het gewoon best wel goed. Ja? Mag ik niet klagen. Oké, vertel me over gisteren. Hoe is het allemaal aan toegegaan? Het ging goed. Mensen konden inbellen. Ja, mensen konden inbellen, mensen konden sms'en, mensen konden via de wallets, Unify5P en MoPay doneren. We zijn nu gaan we natuurlijk alles even optellen en goed vastleggen. Wat ik nu wel kan zeggen is dat we al 2 miljoen SED hebben opgehaald. Mede dankzij Telesur, die hebben dat mooi kunnen afronden. En voor de valutabedragen zijn we nog even dus goed aan het tellen, omdat er ook na de uitzending nog wat mensen hebben toegezegd. Ja. Dus daar willen we in de loop van de week even goed dus de bericht over uitdoen. De live uitzending ging de donatie gewoon door? Ging het gewoon door. En het gaat ook nog door. Ja. Veel mensen vragen ons, wat is het streefbedrag? Wanneer houdt dit op? Wij zeggen gewoon heel simpel, het houdt op wanneer de bedreiging van het virus stopt. Yes. Omdat zolang die er is, kan het uitbreken in Suriname. En zolang het kan uitbreken in Suriname, hebben we geld nodig om het op dat moment te kunnen stoppen. Dus voor informatie kunnen de mensen nog steeds op de website gaan? Ja, SuFoSu.sr, dat is de website, SuFoSu.nl, dezelfde website. Natuurlijk onze social media kanalen houden we ook in de gaten.
Ja? Ja. Oké, dus we kunnen praten over een succes. Het is een succes zeker, geweest. Zeker, ja? Weten. Zeker weten. Okay. Omdat het zijn kleine bedragen, het zijn grote bedragen, maar we willen gewoon alles. Alles is welkom, alles gaat helpen. We weten op dit moment nog niet wat nodig is. Er is namelijk een medisch team die om de zoveel tijd aangeeft, hey, nu moeten we mondkapjes hebben, maar het kan morgen zijn, we hebben ademapparaat, we moeten een ambulance hebben. We don't know. Maar het geld is er om in ieder geval in zo'n situatie te kunnen opvangen. Oké, ja. Gisteren hadden we mevrouw Vera onder andere in de studio. Ja. En zij heeft aangegeven, kijk, we kunnen niet zeggen dat we COVID-vrij zijn. Ja. Er zijn momenteel geen geïnfecteerde personen in Suriname. Ja. Wat is jouw mening daarover? Ja, ze heeft helemaal gelijk. Het is nog niet voorbij. Mensen moeten gewoon goed gaan beseffen dat we niet allemaal op straat kunnen gaan. Want mocht het er zijn, dan gaat het weer massaal aanpakken. We moeten gewoon even volhouden. Het is lastig, het is even wennen. Maar het is voor iedereen lastig. Het is niet dat Suriname gepest wordt. Het is gewoon een wereldwijde crisis. En het is gewoon even doorbijten. Hoe ga je om met de lockdown? De lockdown situatie, de lockdown maatregelen? Nou ja, je beseft nu eigenlijk dat je na 8 uur niet zoveel te doen hebt op straat. Ja? Ik bedoel dat bij mezelf natuurlijk af en toe ga je een drankje doen. Je gaat wat eten. Maar als je dat gewoon een beetje plant, kan je dat ook gewoon gezellig thuis doen. En een beetje Netflixen, tv. Wat heb jij geleerd uit alle voorzorgsmaatregelen, de aanpassingen? Wat heb je daaruit geleerd? Als mensheid een bepaalde levensstijl hadden. Mm-hmm. En wat ik ook al had gehoord is dat het ook effect heeft op andere dingen. Mensen kregen minder griep, algemene griep. Gewoon omdat je steeds je handen was. Dus het heeft wel zijn voordelen. Het is natuurlijk, bij elk nadeel is een voordeel. En dat merk je nu wel. Ja? Ja. Ja. Oké, dan gaan we terug naar SuperSu. Ja. Had je verwacht dat er zoveel opgehaald zou worden? Nee. Nee, het is lastig. Het is lastig omdat de situatie in het land heeft ook een bepaalde impact. Maar het is gewoon een heel mooi bedrag geworden. Daar zijn we echt blij mee. En een prestatie ook van de Surinaamse artiesten. De prestatie zeker. Die zij geleverd hebben. Ja. Dat was top. Ja, alle artiesten die hebben gewoon toegezegd. Nogmaals, kort dag. Het is voor hun ook lastig om dan sommige mensen moesten de hele band bij elkaar trekken. Van alles gebeurt. Maar iedereen heeft zich echt ingezet om een mooie performance hier neer te zetten voor iedereen op tv. En dat was echt, daar zijn we echt dankbaar voor. Oké, het natraject van SuperSu. Nou ja, het is nu, gaan we door. We gaan nog geld ophalen. Het is voor iedereen belangrijk om te blijven doneren. De mensen die kunnen doneren, blijf doneren. Want zoals ik al zei, we hebben geen streefbedrag. We gaan gewoon door zolang de bedreiging van het virus er is. Ja. We zijn natuurlijk weer bezig om te kijken naar hoe kunnen we nog meer. Ook misschien een beetje entertainment erbij, want dat werkt dus. Mm-hmm. Dus misschien moeten we op andere manieren kijken hoe we mensen kunnen enthousiasmeren. Maar vooral blijven doneren. De mensen die kunnen doneren. Als je niet kan, begrijpen we dat ook. Maar doe dan bijvoorbeeld deel het bericht. Dat is ook een manier van een bijdrage leveren. Want misschien heb jij mensen in jouw netwerk die het wel weer kunnen. Dus, en blijf thuis natuurlijk. Ook voor de zorgmedewerkers die allemaal in een ziekenhuis moeten werken. Blijf ook voor hun thuis. Het is gewoon belangrijk dat we dit met z'n allen overwinnen. Nou, we zijn aan het einde gekomen van dit interview. Juno, ik geef je wel de gelegenheid om de mensen die gedoneerd hebben nu te bedanken. Want gisteren hebben we wel iedereen bedankt die aan heeft meegewerkt. Maar natuurlijk zonder de donaties hadden we dit succes niet bereikt. Ja. Ja? In die camera. In die camera daar. Nou, wij van SuperSu, we willen iedereen bedanken. Alle mensen die hebben gedoneerd, maar ook alle mensen die hier zijn geweest tijdens de Telethon, hebben bijgedragen. De mensen van de techniek, mensen van het geluid. Artiesten, onze telefoonhandlers die hier hebben gezeten. De mensen van de productie die achter de schermen van alles hebben gedaan. Ik weet zeker dat ik mensen vergeet. Alle bedrijven die hapjes, drankjes, materialen hebben gesponsord. Bedankt. Voor de mensen die nog willen doneren, ga vooral naar suversu.sr. Daarop staat alle informatie voor doneren naar ons fonds. Hoe we met het fonds omgaan. Als je vragen hebt, kom op social media, stel ze. En we laten zeker weten hoe dat in elkaar zit. En kijkers, we zijn aan het einde gekomen van ATV COVID-19 update. Ik heb gesproken met Gino Revers, projectleider van de SuperSu Telethon. Ondanks Suriname nu COVID-vrij is, ondanks er nu geen geïnfecteerde persoon is in Suriname, houdt u de voorzorgsmaatregelen nog steeds in acht. Ik wens u een veilige dag verder.